Iedere keer als je naar de binnenbocht duikt van de kruising, is je rondetijd sneller. De rit gaat mooi, Sven. Die zit er net onder de tijd van de lead te rijden. Het ziet er allemaal erg goed uit. En op een gegeven moment is het eerste beeld wat ik als kijker meekrijg, en de meeste volgens mij, dat ze allebei in dezelfde baan rijden. Op het laatste moment bedenkt hij zich. En springt hij over de pylon naar de binnenbaan. Ja, toen hij over de pylon heen schaatste, had ik het door dat het mis zat. Hij zat zo een gedachte verzonken. Hij was zo geconcentreerd. Alleen ik snap niet waarom hij naar binnen ging. Maar even later bleek het de coach te zijn die het fout deed. Net als bijna 7 miljoen Nederlanders ziet ex-schaatser Juri Solinger gisteravond de dramatische afloop op de 10 kilometer. Volgens Solinger moet je als coach zo min mogelijk met de wedstrijd bemoeien. Dat leidt alleen maar af en dat is wat er gebeurde. Je moet je op een gegeven moment niet te belangrijk willen maken als coach. En dat is mijn verwijt naar een hoop coaches. Ook een hoop niet. Je moet als coach ook een beetje weten wat je moet doen. En met whiteboards en allemaal dingen aan de slag en roepen. Dan heb je natuurlijk, dat blijkt nu, meer kans om fouten te maken. Ik zou zeggen, houd bij dat vingertje. Eentje eronder is eronder. Eentje erboven is erboven. En dan weet je ook genoeg. Een dramatisch begin van het tweemanstoernooi voor Van Kalker samen met Sybren Jansma. En ook voor de Nederlandse viermansbob met piloot Edwin van Kalkar uit Groningen is het een inktzwarte dag. Van Kalkar geeft aan de afdaling niet volledig te beheersen en trekt zich terug van de Olympische Spelen. Een begrijpelijke keuze volgens ex-bobsleer Johan Niemeyer. Je hebt drie mensen achterin zitten en ik heb zelf ook wel gehad dat je mensen naar het ziekenhuis toe moet brengen. En kijk, bij de bobben is het zo dat je gaat naar beneden. Het gaat hard, het gaat snel, er zitten gevaren bij. Het is ook een beetje part of the job. Alleen van de andere kant, als je boven staat en je hebt niet een goed plan en je voelt je niet zeker, dan vind ik dat je, als je dan zeg maar naar beneden gaat, dan ben je onverantwoordelijk bezig. Nee, hij stapt over. Dan weer terug naar de fatale wissel. Ook volgens sportpsycholoog Hardy Menkehorst van schaatsploeg TVM te wijten aan te veel informatie. Ego-coaching. Het gaat om de tijd die Sven schaatst of die Gerard graag van Sven zou willen hebben. Dus over die het volgende rondje moet rijden. En daar zou je in feite moeten blijven en niet wat extra's doen. Gerard Kemkers is nu beschadigd, maar toch denkt Menkehorst dat Sven Kramer wel verder wil met zijn coach. Ik neem aan van wel. Het zijn beide profs. Ze weten ook beide van wat ze aan elkaar hebben gehad in het verleden en ook wat ze nog in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen. Nou ja, zoiets als dit is vrij. Het is de eerste keer dat ik het in mijn carrière van 22 jaar meemaak. Ik denk ook de laatste keer. Dus de kans dat dit weer voorkomt is niet zo groot. En ik neem aan dat ze dat wel weer herstellen en met elkaar doorgaan. We hebben over 3 weken alweer wereldkampioenschap in Heerenveen. Dus dan zullen ze samen weer langs de baan staan.